Dit is een petfles. En dit is een fles gevuld met pet. Deze hele silo zit vol met polyethene-terephthalaat, zoals dat heet. Daar is pet de afkorting van. En dit is pet. Korrels. Granulaat, zoals dat heet. En hier kun je flessen mee maken. Heel veel flessen. Hier komen de korrels binnen. En via deze slangen, je hoort de korrels trouwens door de slangen heen schieten, komen ze in een soort van föhn terecht daarachter. Die föhn die blaast warme lucht tegen de korrels, waardoor ze droog worden. Want van natte korrels krijg je slappe, ondoorzichtige flessen. Hier worden de korrels opgewarmd. Net zo lang totdat ze een mooie, vloeibare pasta vormen. De massa wordt gloeiend heet in een mal gespoten. En de grap is dat die mal meteen weer wordt afgekoeld, zodat de massa stolt. Op die manier krijg je een mooi klein petflesje. Schattig, hè? Dit noemen ze een preform. Kijk, de plek waar de dop straks moet komen, die is al wel waargenomen. Maar het flesje zelf is natuurlijk nog veel te klein. De preformpjes worden hier als het ware opgeblazen. Ze komen eerst op het verwarmingsrad terecht, waar met behulp van infrarode straling de preformpjes worden verhit, worden verwarmd, zodat ze zacht worden. De machine daarnaast pakt ze vervolgens vast, trekt ze een beetje uit en onder hoge druk blaast die machine ze heel erg op. Het is eigenlijk een soort ballonnetje. En als de fles eenmaal is afgekoeld, is de preform veranderd in een mooi, doorzichtig, stevig exemplaar. Om nou te controleren of alles wel goed is gegaan, maken deze cameraatjes nog even van iedere fles een foto en controleert de computer of alles goed is.